We hebben net opgenomen. Hoe dat is afgelopen, dat zie je natuurlijk zo meteen. Er wordt iemand aangereden. Maar als extra beeldmateriaal. Oh, je moet eens even dood, hoor. Pak ik dadelijk de Audi gewoon. En gaat iemand anders eens boef. Dus wordt de politie op je hielen, maar ben ik in dit geval de politie. Dus hoe dat pas gaat, alweer, zien jullie achteraf. Goed ding. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD for and more. En vandaag sta ik weer met vier enthousiaste agenten klaar om politie op je hielen te gaan doen. We zitten in een 5M server. Gelukkig is er niemand anders in de server, dus gaan we niemand tot last zijn. En ja, het doel van politie op je hielen in multiplayer is eigenlijk een beetje hetzelfde als in singleplayer. Je moet gewoon nu niet van punt A naar B rijden met 5 sterren politie, maar nu gewoon een aantal minuten, 7 in dit geval, uit de handen blijven van deze vier agenten. Het is een beetje een afwisseling qua voertuigen. We hebben 2 team verkeerwagens, een busje en een Touran. Dus wie weet, die Audi en die Passat zijn geloof ik ook super snel. Dus vandaar dat we ook een beetje afwisseling hebben. Jullie hebben massaal gestemd voor de Range Rover Sport. Die staat dus ook achter mij. En hoe het dus werken gaat, ik ga daar naar een locatie. En ik geef dan door van, hey jongens, ik zeg maar iets, vliegveld. Dan zeg ik, hey, ik zie een vliegtuig. Dan, dat is mijn tip voor hun. Dan komen zij natuurlijk massaal op het vliegveld af. En op het moment dat ik één van hun zie, start bij mij de timer. Komt de timer ook in beeld. En is de bedoeling dat ik 7 minuten uit hun handen blijf. Wat mag ik er allemaal bij doen? Ik mag gewoon als een gek rijden. Ik mag niet schieten, ik mag geen explosies. Zij mogen ook niet schieten. En ik pak voor de veiligheid zo min mogelijk de snelweg, of voor de veiligheid, voor de eerlijkheid een beetje zo min mogelijk de snelweg. Misschien tot ik daar ooit eens gebruik van maak, maar ik denk dat ik daar gewoon probeer af te blijven. Voor de rest zijn er geen regels, alleen dat ze geen zwaarlicht en sirene aan hebben staan. Voor hem misschien ook nog eens wat lag voor de server en voor de opnames dus. En het is misschien nog wel net iets moeilijker omdat verkeer niet op ze reageert. Of is het juist makkelijker omdat verkeer niet op ze reageert. Ik ga in ieder geval een locatie zoeken. En dat gaat niet makkelijk zijn, want ik moet natuurlijk eerst nog iets gaan bedenken. Ik heb namelijk de vorige keer al de Kuip gehad, heet dat bij ons. Dat is de arena, dat is hier. Toen zei ik ze als tip geloof ik Feyenoord. Toen heb ik hier al, dit is het ziekenhuis bij ons. Dat is, toen zei ik, hier komen alle grote incidenten binnen. En voor de leden die toen meededen, die wisten dan, oh wacht eens even, dat is het Erasmus in deze server. En die moeten natuurlijk wel iets gaan bedenken waar iemand iets van weet. En dan moeten ze maar gaan zoeken en op dat moment gaat die timer dus aan. Dus heren, ik wens jullie heel veel succes en ik zie jullie zo meteen. Of niet. Misschien komen ze nooit achter. Dan gaan die 7 minuten nog wel makkelijk om. We gaan eens goed nadenken. Oh ja, we hebben natuurlijk geen waypoint. Ze kunnen geen waypoint op mij zetten. Ze mogen wel een waypoint op elkaar zetten. Want de vorige keer hebben we eigenlijk gewoon, geloof ik, het busje en de Touran of welke auto het ook was, die hebben we gewoon helemaal niet gezien. Die waren zo lang weg. Dus dat ze mogen een route op elkaar zetten. Oké, okay, ik heb inmiddels een locatie en ik ga jullie even uitleggen wat mijn hint gaat zijn. Daarvoor mute ik mijn microfoon op TeamSpeak. En dan ga ik jullie vertellen. Hier is namelijk het ziekenhuis. En voor sommigen, en ik denk dat al één iemand dat maar weet, of niet, misschien is hij het ook al vergeten. Hier heb ik ooit eens een Miku VTB opgenomen. Vanaf hier is die gestart. Dus ik ga gewoon als tip geven, Miku VTB. En hopelijk weet één iemand nog waar dat dan is en waar we die VTB zijn gestart. En op het moment dat dat zo is, ik ga hem hier achteruit zetten. Dus dan kan ik, als ze van die kant komen, hier zo, dan kan ik meteen naar links of naar rechts. En komen ze vandaan, kan ik meteen naar links. Dus we gaan het zien. Goed, mijn tip voor jullie, of hint. En ik denk dat één iemand het misschien maar weet. Dat is namelijk Miku VTB. Ja. Oké, okay, is dat voor jullie duidelijk? Ja, is dat niet Maastad ziekenhuis of zo, weet dat? Nou, als jullie mij volgen, kunnen we weer achter. Dit is inderdaad het Maastad ziekenhuis. Dus ze weten het verdomd goed. Hoe heet het? Dit was ja, daar onder de... Onder bij de FIB gebaar. Nee. Nee. Oké, dat volg. Ik heb misschien een beetje last van lag, sorry daarvoor als dat in de video erg te zien is. Maar het is even niet anders. Ik denk dat de server op de laatste dagen een beetje minder is. Of dat is wel algemeen bekend bij de leden. Ja, je zult zomaar zien dat ze misschien fout rijden dadelijk, hè? Wie weet.
En je kunt ook zomaar zien dat ze opeens voor me staan en me hier al klem zetten. Je weet het niet. Die gaan rechtdoor, als jullie daar naar links rijden, kom je mij weer tegen. Ik zei helemaal niet handig ook. Ik hou mijn vinger bij die timer. Muted. Ik heb mijn microfoon even snel gemute. Ik denk dat als ze van links en rechts komen, dat ik al meteen klem ben gezet. Dus het wordt niet makkelijk. En ook zeker met de stuur. Ze zouden echt zo hier moeten zijn. Natuurlijk links en rechts in de gaten houden, hè. Microphone activated. Ik vind het wel verdacht stil. Echt te stil. Het kan zijn tot dadelijk als de timer in beeld komt, dat de timer van mij iets op mijn telefoon iets achterloopt. Maar we houden in ieder geval de timer van de telefoon aan. Officieel zouden secondes gewoon even lang moeten duren overal op. Mocht het toch een beetje veranderen, dan in ieder geval weten jullie de timer van mijn telefoon. Dus ze krijgen 7 minuten. En dat is best lang, denk ik. Als ze je echt op de hielen zitten, wat natuurlijk wel de bedoeling is, dan gaat het. Ja, ik zie dat. Ja, hij staat er. Timer is... Oh shit, zie je wel? Nee, nee, dit kan niet. Dit mag niet, dit mag niet, dit mag niet. Nee, 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 dit mag niet. Dit mag zeker niet. Dit mag zeker niet. Ze zitten elkaar te duwen, dat is mooi. Maar dit is niet makkelijk, dit is zeker niet makkelijk. Ja, goed zo, zo door. Busje ervoor, busje ervoor. Ja, gelukkig. Oh, daar had ik wel stress hoor. En we zijn weg. Maar kijk die Audi's. We mogen niks fixen qua voertuigen trouwens. Oh, dit is ook nog een... natuurlijk een SUV. Dat is niet heel makkelijk rijden. En ik heb echt het gevoel dat die Audi me op de hielen zit. Dat wil je niet weten. Ja, daar is die Audi. Kijk, een heel mooi pitje van die Audi. Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Kijk, daar komt die Passat ook nog eens. Dankjewel voor het duwtje, Passat. En ja, als we dan toch van ze moeten ontsnappen, dan doen we maar een stijl. En we gewoon hier rechtdoor. Maar ze volgen ook nog eens. Kijk daar, kijk daar. Ja, het wordt denk ik gewoon een beetje op rijden. Niet op snelheid, want dat gaan we niet winnen. Zeker niet van die Audi en die Passat. Kijk eens naast. Oh, daar rijdt het busje, maar die heeft mij geloof ik niet gezien. Als je busje keert. Oh, daar komt de Tyran ook nog eens. We gaan gewoon alles proberen, mensen. We gaan gewoon alles proberen. Stegen. Door, door, door. De links of die kant op. Oh god. Oh, ze zijn ook echt gewoon aan het denken. Normaal zouden ze gewoon met z'n allen... Oh shit, oh shit, oh shit. Met z'n allen gewoon een rijtje achter me aan zitten. Maar nu zitten ze me echt proberen klem te zetten. 2 minuten zijn voorbij. En het is stressend. Die rechtsaf. Richting AB. Kijk, ze communiceren ook nog. Dus als het goed is komt hier natuurlijk recht voor mij dadelijk weer een auto aan. Of toch niet, gelukkig. Rechtsaf. Hey. Oeh, dit is niet handig. Dit is zeker niet handig. Achteruit, achteruit, achteruit. Ja jongens, ik heb hem. Hij heeft mij helemaal niet, gelukkig maar. Oh. Dat is wel fijn dat de auto's zitten al wel allemaal achter me. Ik... Oeh, dit is ook niet handig. Kan je ook vertellen met dat stuur, je weet niet wanneer die... Oh, een paal, oh, een paal. Lekker jongens. Gewoon niet. Heerlijk jongens. Zo moet het. Ja, ja, nu, klem. Ja. Ik kan alles proberen, maar hier ga ik niet meer wegkomen. Dan zet ik hem officieel op stop en dan zou het 3 minuten 17 zijn geweest. Ja, dat is zuur. Gelukkig kan ik wel dit gewoon doen. Hmm. Ik ben wel weg. Nee, ze hebben gewoon eerlijk gewonnen. En ik denk dat we gewoon puur voor de fun nog een keer gaan. Maar ik moet het ze meegeven, ze hebben dik van me gewonnen. Maar ik ga gewoon door. Het is 1-0. Wordt het 2-0? Of zeggen we het wordt 1-1?
Maar officieel zou 1-1 ook niet helemaal eerlijk zijn. We gaan eens kijken hoe vaak we, als we echt naar die 7 minuten we gaan, of dat überhaupt nog zou lukken. Ik moet zeggen, ik denk dat deze auto wel weinig oh shit, ik zit op een klem, hè. Oh, nu staat hij. Klem. In zijn. Ja. Kijk, ze zijn wel goed met die pitjes aan het geven. Oh, dit is ook heel dom van me. Oh shit, knal ik zelf tegen een paal aan. Ja, klem zetten, klem zetten. Ja, goed. Oh, je staat busje, ook weer busje, exit is erbij, ja. Hoppa. Ja, ongelooflijk. Gewoon een volle minuut verder, geloof ik. We hadden net 3 minuut 17 en nu 4 minuut 19. Ik vind het echt een trieste vertoning van me. Of ze zijn gewoon te goed. Maar ja, waar zullen we het op houden? Ja, ik kan beter houden op de tweede, denk ik. Het wordt ja, 2-0. En ik vind tot de laatste ronde, die nu is gestart, gewoon het ererondje is. Voor jullie dan. Want ik denk niet dat ik deze nog win. Maar we gaan er gewoon het beste van maken. Anders hebben jullie ook zo'n saaie video, hè. Nou jongens, zullen we hem even wat achterlaten? Even een klein beetje. Nee, kom maar, kom maar. Tweede, nou, geen genade, ofwel, nee, Toeran wel genade, nee, grapje. Oh, ja, nee, ja, ik zit op een klem, geloof ik, ja. Ja, weet je, als jij het niet wil, als jij het geen ruimte wilt, dan moeten we het zo doen, hè. Een half minuut was het. Ja, ja, ja. Dan gaan we zo verder. Die hadden we hier nog een mooie auto. Oh, waar gaat de auto in, oké. Een Mini Cooper. Oh god, ja, er wordt Tiel klem gezet. Oh, daar zit wel in. Ja, Tiel. Oh, ja, kan het misschien nog? Ja, het kan zeker nog. Ik weet niet hoe, maar... Rijdt hij richting de andere kant? Ja. Hoe gaat dat dak ook over? Hij is de andere kant weer eruit, richting Blokkenpark. Welke kleur uit? Ja, zilverkleur en Mini Cooper. Grijs. Ja, dat ding is ook niet echt snel. Misschien is hij zelfs wel sneller dan die... Oh. Oh, ja. Zo, lekker gewerkt. Ja, ik denk dat ik hem in zit, hè. Dat is toch best snel, dit ding. En hij rijdt lekker. Oh, nee. En hij maakt misschien beter bochtjes dan de Audi. Oh. Dat is de verkeerde. Ja, ik kom kracht, nee. Oh, ja, dat is niet mooi. Dankjewel. Wat is achteruit, wat is achteruit? Oh, ja, ja, dank je. Ja, lekker leuk. We missen iemand, geloof ik, hè? We missen een busje. Ja, een busje. Waar is het busje? Oh. Ja, ook dankjewel. Het zou nu 6 minuten en 21 seconden moeten zijn. Ja, ik moet gewoon bochtenwerk gaan... gaan doen, want als we gaan op lange afstanden, sorry meneer, en qua snelheid dan is het kansloos. Oh, daar is de bus weer. Spreek het over het busje. Lekker. Oeh, die is lekker hoor. Het zou nu officieel 7 minuten moeten zijn, maar we gaan gewoon door totdat ze mijn klem hebben, want dat zal toch niet meer lang duren als we eerlijk zijn. Ja, en hier zit ik al. Ja, wederom. Klemmer dan dit wordt het niet. Ik zet hem stop op 7 minuten 16 en een 3-0 overwinning voor de politiekant. Ja, ja. Maar in singleplayer, de volgende keer, ga ik gewoon dik winnen van de politie. Ook al zijn dat er dan wel gewoon meteen 30. En de helikopters en die schieten ook nog eens. Maar we gaan gewoon... daarvan winnen. Nu in beeld of zo meteen in beeld. Twee opties voor een singleplayer.
Ben ik aan het toeteren? Oh nee. En ik zie jullie graag bij de volgende video. Heren bedankt. En ik zie jullie vanavond bij de Surveillance. Doei doei. Dus nu als extra beeldmateriaal zijn we er net tot de conclusie gekomen. Of eigenlijk hebben we gedacht van hey, is het misschien ook eens leuk als ik meega als politie. Dus ja, dat is inderdaad wel leuk. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Als het net zo bagger gaat als ik boef ben, dan hebben ze niet heel veel aan me. Maar misschien omdat hun wel gewoon nog politie zijn, compenseert zich dat misschien. We zijn nu met 3 man. Eentje moest even weg. Of moest weg. En om dat weer een beetje op te vullen hebben we nou 3 teamverkeerauto's tegen de Range Rover Sport gewoon. Dus we gaan eens kijken of we hem dan even makkelijk kunnen klemzetten. Ik denk dat het wel moeilijker wordt. Ten eerste omdat ik nu politie ben. En ik kan er niks van waarschijnlijk. En ten tweede omdat je met 4 man toch wat meer klem kunt zetten. Zeker met zo'n busje. Maar ik ben benieuwd. Als de burger zijn, zijn locatie heeft, dan gaat hij dat doorgeven. Door middel van de hint weer. En dan start de tijd op het moment dat ik hem zie. Of dat een van ons hem ziet. Dus ook weer dan een timer in beeld. Mag ik het doen? Zeker voor mij. Wel. Oké, okay, ja. Het is van... Het is, ja, je bouwt er gebouwen. Ja, dan denk ik, gezien de tijd dat hij weg is, en dat is heel flauw misschien van me, gezien de tijd dat hij weg is en dat ik weet waar het is, dan zal het hier om het hoekje wel zijn. Dan ga ik eentje door, denk je. Ja, dan ga ik hier, wacht, dit is nog eentje verder. Hè. Ik dacht dat het hier al was. Dan... Kijk, als jullie dan rechtdoor gaan, want dan heb je twee ingangen. Kijk op dat terrein zelf. Hier staat hij geloof ik hè? Ah, ik heb hem ook al. Start de tijd. Oh. Zouden we hem al hebben, Nee. Ja ja. Nee. Ik heb klem. Hier kan hij niet uit geloof ik hè, Vel? Ja. Kan hij daar ook nog uit? Ja. Ik ben meer aan het kloten met hem in zijn achteruit en vooruit aan het zetten, maar. Klem. Nee, oh, shit. Achteruit Pit, ooit meegemaakt? Nee, ik zit vast. Ja, die kan. Ja, ik kan geen kant meer op jongens. Subtiel klem zetten en dan is het 39 seconden. Nou, lang tijd. Soepel. Maar goed, ik heb ook 3 kansen gehad, dus ik gun jou ook nog een kans hoor. Oké. Okay. We gaan jou eerst eens kijken of je hier nog uitkomt. Of 1 keer even op F2 drukken. Ja. En dan zou ik zeggen, vertrek maar weer. En op het kruispunt naderen wij. Ja, kom nu maar. Wat ik al zei, op snelheid, op lange wegen gaan we het met de Audi en zo wel winnen, denk ik. Maar in bochtwerk is het misschien wel moeilijker. Kijk. Zo. Je rijdt er sowieso niet veel verkeer, dus daar hebben we al geen last van. De timer ben ik inmiddels alweer vergeten, maar het gaat nu puur een beetje voor de lol. We gaan kijken of hij ook 3 keer uit de handen van ons weet te komen. Of ja, het weet te komen. Of hij ook 3 kansen nodig heeft. Of we geven hem 3 kansen. Laat het daarop houden. Maar dan merk ik gewoon dat deze auto's tegen een Range Rover Sport. Dat dat gewoon... Oh, knalt hij zelf tegen een paal. Oh, nou, ik geloof dat ik de enige ben die hem nog volgt. Ja. Soms heb ik een heerlijke lapbike. Ja. Maar gaat hij gewoon rechtdoor? Nee, linksaf. Oh, linksaf. Okay. Dat was voor mijn achterkant. Kijk eens. Nou, we een pitje gegeven op een groot open grasveld. Hebben we daar natuurlijk niet zoveel aan. Oh. We gaan weer terug en we gaan... Rechter... Oh, nee. Ik wou bijna zeggen rechtdoor, maar we gaan linksaf richting vliegveld. En daarna gaan we linksaf. Beetje richting Kuip. Daar komt de Volvo als die auto nou ook gewoon aan de kant gaat.
Oké, nee, niet. Oh, hier zijn... Oh, daar heeft hij geluk. Woep! Die was niks. Oh, te laat. Pleuren met wateren, pleuren met wateren. Ja, lekker! Oh, nee, daar gaan ze ook alle drie. Ja, hoor. Oh, die was echt nice. Ja, dit past dat even het water, hè. Ik zou zeggen, kom allemaal snel, heel snel F2 nog. Ik weet niet of dat nog gaat. Of dan... Ja, je kan het fixen. Oh, ik zit zelf van. Nee. En dan wordt het voor de Range Rover poging en laatste poging 3. Oké, okay, let's go. We hebben geloof ik een vasthangende toeter ergens. Ja. We gaan opstijgen met z'n allen en in de lucht knallen even op elkaar. Ik dacht de tafel op mijn vracht aan. Oh, 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 oh. Ja. Oh, die neemt het reflex. Subtiel hoor. Maar... Oh, dat is ideaal, ik help je van. Achteraan, achteraan, achteraan. Nee, die, nu niet, maar net wel. Oh, een Mini Cooper. Ja, ja. Maar nog voor die reding voor je. Vooruit, vooruit, vooruit. Ah, thanks. Ja, ja, ja. Jammer. Nu hebben we hem. Ik van de reding af. Ja, 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 klim. Nee, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. Daarachter. Oh, serieus. Ik dacht, je rijdt nu misschien nog van de rijding af. Dat zat je toch blijft als voorbij? Ik denk de Passat, ja. Die doet dat wel heel lang nu al. Ik... Hoppa! Nee. Oh! Zo, so, oh yo! Ook goeiemorgen! Heeft geluk dat hier nog wel ja, is. Joh. Oh, daar vliegt er eentje over de kop. Mooi hoor. Heel mooi ook. Oh, een onschuldige burger. Dank u. Haast u. Oh. Oh. Die Volvo die komt langzaam aan zijn einde, maar dat zijn al. Ja, ja, zet het zet hem wel. Oh ja. Ja, 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 ja. Nee. Hou die van mij aan het rollen, sorry. Oh. Ja, ja. Ik ben er mee weg, hoor. Nooit terug, jij hebt dit. Hoppa. Ja, nee, ja. Shit. Okay. Naar beneden, naar beneden, naar beneden. Oh, yo. Die was leuk. Is die nou weer? Hij is zeker hier, shit, daar zit het. Was die daar nog in het kast? Ik heb meer moeite hier de weg. Ik kan het niet meer vinden. Oh ja, ja, ik weet het ook. Moet hij bij die weg uit? Nee. Waar is hij? Wacht, volgens mij anders komt hij die weg uit. Bij de Volvo, hè? Yes. Ik denk dat het ons nu gewoon aan het komen is. Ja, kijk, hier is die. Ah, daar. Hoppa. Weer water in. Nee, in dit geval niet. Als dit open gaat. Ja. Nee! Nee, ik vind die vast! Ja, 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 kom jongens! Hij zit hier perfect klem, we hoeven er niks voor te doen. Oh, hij kan wel achteruit, hij kan wel achteruit. Nee. Oh, 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 nee, niet. Ja! We hebben hem ook nog geholpen. Lekker bezig. Hij komt terug, hij komt terug. Oh, oh, dat vind ik niet goed. Ik ben hem ook kwijt. Ja, ik ben erbij. Hij okay. Is gewoon weer die weg op. Oh, hallo Volvo. Hey Volvo. Oh, waar is je motor? Als het hek gewoon, zeg maar hier, open is. Ja, ik mij kunnen jullie afschrijven hoor. Nee, 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 hij stopt weer. Hij is gepint. Ja, jongen, hier heb je ik ga gewoon op de toeter af. Bij de kuiper. Oh.
Ja, is de Passat toch nog erg goed hoor. Jongen, hij rijdt vanzelf klemmen hoor. Heel smal dit. Eén keer te pitten is klaar. Kijk maar, en dan komt een toeter op mij af. Dan moet ik even opletten dat ik die niet ook in de weg zit natuurlijk. Nou, duidelijk. Ja, de 7 minuten zijn inmiddels voorbij, dus het zou hem geluk moeten zijn. Alles erop en eraan. De timer is natuurlijk wel doorgegaan en de tijd ook tot hij even nog een ja, tweede kans geeft. Is dat te hard of niet? Ja, ja, pak op, pak op. Waarom? Ja! Snel erachter. Ja hoor. Ze hebben we. Dit keur ik helemaal goed. Nou, ik vind het mooi geweest als officieel 8 minuten ergens iets. Dus ik zou zeggen gefeliciteerd. Je hebt er 2 keer over gedaan geloof ik hè? Ja, dat klopt. Dan ja, beter dan ik in ieder geval. Ik heb je 3 keer? Oh ja, we hadden de eerste keer al heel snel. Nee, 2 keer, ik weet het niet meer joh. Laat maar in de reacties weten hoeveel het was. En wat jullie de volgende keer willen zien, die komen nu dan in beeld. Ik had net al gezegd dat ze nu in beeld kwamen. Toen bedachten we van, misschien is het ook leuk als ik eens politie ga. En toen dachten we, ja dat moeten we doen. Dus dat nog eens extra beeldmateriaal. En nu is het dan echt de keuze wat jullie de volgende keer, in dit geval in singleplayer, willen zien. Nogmaals, tot de volgende video. Doei!